Water drinken onmiddellijk na het opstaan. Iedereen weet dat voldoende water drinken een van de belangrijkste dagelijkse routines is voor een gezonde levensstijl. Water houdt je gehydrateerd en zorgt ervoor dat de organen goed blijven functioneren. Wat echter niet veel mensen weten, is dat ook het tijdstip van de dag waarop je water drinkt grote invloed kan uitoefenen op je algemene gezondheidstoestand. Natuurlijk is water drinken gedurende de hele dag goed voor je, maar voedingsspecialisten raden eveneens aan minstens één glas water te drinken 's ochtends op de nuchtere maag. Wil je graag de gezondheidsvoordelen ontdekken van een glas water op de nuchtere maag, lees dan verder in het onderstaande artikel. Water hydrateert het volledige lichaam. Als je een aantal uren na elkaar slapend doorbrengt, dan is het heel normaal dat je lichaam vocht verliest. De hoeveelheid water die je de vorige dag opnam, speelt nu geen rol meer, omdat het lichaam overtollig vocht reeds uitgescheiden heeft. Daarom is het belangrijk zodra je opstaat je lichaam opnieuw te hydrateren en van vocht te voorzien. Een glas lauw water is de perfecte manier om je dag gezond te starten. Je geeft je lichaam het broodnodige vocht en je zal merken dat het je ook fitter en energieker doet voelen. Water verwijdert gifstoffen uit het lichaam. Water hydrateert niet enkel het lichaam en levert voeding voor elke cel in het lichaam, maar water drinken op de nuchtere maag zorgt er ook voor dat gifstoffen die tijdens de nacht opgestapeld werden, uitgescheiden worden. Wist je dat terwijl je slaapt het lichaam zichzelf herstelt, energie aangevuld wordt en hormonenverbruik in evenwicht gebracht worden? Een neveneffect hiervan is de opstapeling van afvalproducten en gifstoffen, die het beste zo snel mogelijk verwijderd worden, zodat ze geen kans krijgen zich op te stapelen in het lichaam. Als je opstaat en je drinkt onmiddellijk een glas water, dan stimuleert dat het uitscheidingsproces en verwijdert het de stoffen die je lichaam niet meer nodig heeft. Je zal vast en zeker merken dat het je meer energie, een gezonder gevoel en bovendien een mooie, stralende huid geeft. Kickstart voor je stofwisseling. Water drinken op de nuchtere maag is een prima aanvulling als je een vermageringsdieet volgt en graag enkele kilo's kwijt wil. Genoeg drinken gedurende de dag is noodzakelijk als je wil afvallen, maar een glas water drinken voor elke maaltijd is nog een extra duwtje in de rug om je dieet te laten slagen. Deze heel eenvoudige leefregel zet je stofwisseling 's ochtends in gang en het werd aangetoond dat het lichaam hierdoor eveneens gestimuleerd wordt om extra calorieën te verbranden. Door het drinken van een paar glazen water krijg je ook een voldaan gevoel, waardoor die plotse trek in zoet of zoutjes ook minder snel de kop zal opsteken. Minder last van maagzuur door het drinken van water. Brandend maagzuur is een veel voorkomend kwaaltje, dat meestal het gevolg is van ongezonde voedingsgewoontes en een ongezonde levensstijl in het algemeen. Hoewel een aanval van maagzuur meestal optreedt na het eten van voedsel dat de maagwand irriteert, werd aangetoond dat deze vervelende aandoening meestal voorkomt tijdens het eerste gedeelte van de dag. Als je de dag daarentegen begint met een glas water, is dat een prima remedie om het niveau van maagzuur te verminderen. De kans op zure oprispingen of een pijnlijke aanval van maagzuur wordt hierdoor aanzienlijk kleiner.
Water betekent ook energie voor je brein. Weet je dat de hersenen voor 75% uit water bestaan? Heeft je lichaam te kampen met watertekort, dan heeft dit een onmiddellijk effect op de hersenen en gaan ze minder efficiënt functioneren. Start je de dag met overvloed aan water, dan krijgen je hersenen alle nodige voeding en vloeistof en ben je mentaal klaar om alle dagelijkse uitdagingen aan te pakken. Water stimuleert de spijsvertering en voorkomt constipatie. Een van de voornaamste oorzaken van verstopping of constipatie en een moeilijke spijsvertering is het onvoldoende hydrateren van het lichaam. Drink je onmiddellijk na het opstaan een glas lauw water, dan wordt de beweging van de ingewanden in gang gezet, waardoor er minder kans is op constipatie of andere spijsverteringproblemen, zoals indigestie. Minder kans op ziekte. Altijd voldoende water drinken is noodzakelijk om het lichaam in topconditie te houden en gezondheidsproblemen in de toekomst te vermijden. Om je organen te laten functioneren zoals het hoort, ziekte te vermijden en zelfs aandoeningen te genezen, wordt aanbevolen om minstens 8 glazen water per dag te drinken. Drink je water op de nuchtere maag, dan zal je nog sneller voordeel opmerken van het voldoende drinken van water. Bij ziekte zal je kunnen constateren dat genezing sneller op gang komt als je voldoende water drinkt en bij voorkeur een glas onmiddellijk na het opstaan. Water bezorgt je een stralende huid. Ten slotte, maar zeker niet onbelangrijk, is dat water drinken op de nuchtere maag ook de conditie van je huid verbetert. Drink 1 tot 2 glazen water voor het ontbijt en je zal zien dat je huid stevig, elastisch gaat aanvoelen en er beter gehydrateerd, jonger gaat uitzien. Ook het voortijdig ontstaan van vervelende rimpels in het gezicht kan hierdoor vermeden worden.